hebben het gehad over big data, social media, dingen die voor ons geregeld worden. Maar er zijn ook een aantal dingen die we zelf moeten regelen. We moeten keuze maken, innoveren om relevant te blijven. En hoe doe je dat dan, innoveren? Hoe doe je dat als je op een brok aan kennis zit? Want dat is de inspiratie ESA is de inspiratie waar we nu naartoe gaan. ESA is het Space Agency, European Space Agency. Ontzettend veel nieuwe inventies worden daar gedaan. En hoe ga je daar vervolgens mee om die ook waarde te laten creëren? Toon Budding is hier vandaag. Die is de directeur van het incubatorcentrum daar. En zal ons meenemen naar hoe ESA innovatie aanpakt. En wat een ontzettend inspirerende sprekers hiervoor. Dat was ook een van de inleidingen waar Erwin mee begon. We willen geïnspireerd worden, zodat we elkaar ook gaan inspireren. Chris, toen jij net vroeg waarom zijn al die kaarten zo gratis, had ik eigenlijk maar één antwoord verwacht. Omdat ik al uw profielen ken. Ook in real life. Niet alleen op IT, maar ook in real life. Samenwerken, samen delen, samen doen. De crowd is machtiger dan het individu. Hè, daar begon Erwin zijn verhaal mee. Dat gaat bij mij ook terugkomen. Lees vooral ook de Metro morgen. Daar heeft onder leiding van Richard Branson wereldwijd een redactie plaatsgevonden over wat ruimtevaart in zijn algemeenheid doet. En ik heb een bijdrage gedaan over de power van de crowd. Ik hoor het u denken. Nee, helaas niet. Ik heb hem niet ontmoet. De crowd. En dan met name hoe samenwerken, hoe clusteren daarin versterkt, zijn er eigenlijk maar twee kapstokken. Of een kapstok heeft maar twee pijlers. En de ene is de interne synergie in zo'n crowd. Hè, dus hoe kan je met elkaar gekoppeld zijn? Hoe kan je met elkaar weten wat je elkaar versterken? Maar interne synergie alleen haalt het niet. Je moet extern een profilering hebben, zodat iedereen weet, ja, die groep mensen, die groep, die kennen we. De interactieve en de IT-voorbeelden hebben we net gezien. Ik ga het namelijk hebben over real life. Ik heb geen verhaal, in mijn verhaal komt geen bit in voor. Er komt geen snelweg. De real life samenwerken tussen mensen. Ik heb wat spiekjes gedaan. Ik denk dat ik deze kan gebruiken. Innoveren door samen te werken. Ik heb wat plaatjes uit mijn verleden bij elkaar geschaapt. Dus dan is dit het beeld. Dit is mijn beeld. En in tekst is dat ongeveer zo. Ik ben geboren, opgegroeid, gestudeerd. En ik ben ergens begonnen met werken, waarvan ik wist binnen een half jaar, ja, dat bedrijf moet je op een hele andere manier gaan organiseren. Dat wilden ze helemaal niet. Angry young man. 5 jaar later is Stork wel opgedeeld in vier divisies. Ik ben in 2000 begonnen met ondernemen. En ik had eigenlijk geen flauw idee wat ik wilde. Maar ik wist wel dat ik terug in Delft, vandaar gestudeerd, een aantal vriendjes van mij bezig waren met een start-up. En de ene die was bezig om een aantal computers aan elkaar te koppelen. En dat weten jullie nog beter dan ik natuurlijk. Een high performance cluster. Dat was in 2000 hartstikke gaaf. En dat ding dat werkte bijna sneller dan die computer van Sarah. Mag ik dat zeggen? Of krijg ik dan Sarah op mijn nek? Zij hebben mij in ieder geval daarvan overtuigd. En mijn vraag was van, nou, wie heeft dat ding nodig? En hij keek me verdwaasd aan. Nou, dit is zo gaaf. Dit heeft iedereen nodig. En hij meende het echt. Ik zei van, nou, heeft mijn moeder het ook nodig? Nee, natuurlijk niet, je moeder niet. Maar dus de grote vraag is, wie heeft wat nodig? Heb ik hem kunnen overtuigen dat het misschien aardig is om een product te ontwikkelen naar aanleiding van de vraag die er is. Dus productontwikkeling op basis van de marktvraag en niet op basis van de technische kennis.
Hij zei, ja, dat is goed. Ik zei, nou, misschien is het wel aardig om daar een traject. Ik begon als een soort consultant, een trajectje daarvoor te bedenken. En we kwamen allebei uit dat het trajectje zo'n 2 maanden zou moeten duren. Nou, toen de prijs, kwamen we uit op 300 gulden. Je eerste opdracht, serieus nemen. Toevallig was dat hij een vriendje had die inderdaad op die high performance clusters ook ging programmeren. Ik zei van, nou weet je wat, ik kwam met hem in gesprek en die jongen had eigenlijk een beetje hetzelfde problemen. Heel sterk aan de programmakant en eigenlijk niet weten voor wie hij dat deed. Toen zei ik, nou weet je, dan gaan we dat traject in, die 2 maanden. En dan gaan we aan 1 tafel zitten en ik wil geen geouwe hoer hebben over dit is mijn geheim in de technologie. Dit zijn mijn geheimpjes in de financiën, dit zijn mijn geheimpjes in de klanten. Alles gaat op tafel en geen geouwe hoer, anders doe ik het niet. Plus de prijs voor 2 keer een computer of 2 keer 300 gulden plus 1 computer. En wat blijkt, we gaan aan zo'n tafel zitten en ik zeg van nou, zo'n heel traject zijn 7 stapjes. Van productgericht te denken naar marktgericht te denken. En dan zie je bij de techneuten, stapjes. Dan zeggen we, nou, stapje 1, die begint hier en die eindigt daar. En dan gaan de lichtjes nog harder branden. En een van die twee zegt, ja, maar wacht eens even. Dat doe ik al. Ik heb al mijn contactpersonen netjes en ik weet wat ze allemaal doen. En die gaat dat uitleggen aan die andere jongen. En dat gaat zo gepassioneerd dat ik terugkom naar mijn computer. Prince of Persia spelen. Een halve dag later terugkomen en 2 jongens bezig bij elkaar over een tafel zien met rode koontjes en zeggen, Toon, we zijn eruit. En toen dacht ik, 300 gulden is makkelijk verdiend. Ik zei, blijf maar zitten, ik regel de rest eromheen, wil je nog een bak koffie? Dat is wat ik doe tegenwoordig. Europees Best Science Based Incubator in 2006, getrouwd, gaan nadenken. Space Techie. En sinds kort ook bezig met een start-up over een game wat de enorme bak met IP gaat koppelen aan marktbehoeften. Technology pushes. We duwen alle technologie ergens in de ravijn. En aan de andere kant staat Market Pool en die zegt van weet je wat doen al onze vraag doen we in datzelfde ravijn. En daartussenin, dus wie kan van technologie een product maken, daar zitten slimme mensen. Slimme mensen zijn tegenwoordig gamers. Als 10 gamers bedenken dat er een slimme techniek voor een product is, dan is dat waar. En dan krijgt deze gamer punten. En hij is hartstikke blij, kan het volgende level. En ik heb een nieuw product bedacht. Vragen? Oh, had hij die niet zien aankomen? Het is al zoveel. Nee, kom op, zijn er vragen? En dan houden we het bijna. Weet ik tenminste wat ik moet gaan zeggen. Wat zijn verwachtingen? Wat zijn vragen? Er zijn 2 loopmicrofoon, ik geloof het. Duw er gewoon even één onder mijn neus. Nee, heb je een vraag? Meneer, wat brengt u hier? Bioinformatica. Meneer, wat brengt u hier? Wat zijn uw verwachtingen? Wat zijn uw vragen? Ja, u? U werkt bij Surfnet. Dan heeft u verwachtingen. Nog een vraag erbij? Mensen ontmoeten. Wat is uw verwachting voor vandaag? Klantcontacten ontmoeten. Kijk, we komen wel ergens. Dat gaat piepen. Eens even kijken. Ja, meneer, u duikt wel in uw eigen telefoon. Wat is uw verwachting en vraag voor vandaag? Ik heb deze vraag ook net even gesteld tijdens de koffie en wat blijkt, er zijn 4 dingen naar voren gekomen. We willen IT inhoudelijk met elkaar samensparren. Er zijn een heleboel inhoudelijke vragen en we willen weten wat er nieuw is. Niet alleen van elkaar, maar ook van Surfnet zelf. En belangrijker, wat meneer ook zei, we willen ons laten verrassen. Nou, daar komt u gelukkig vandaag met in ieder geval de eerste drie sprekers goed vanaf. Netwerk, een tweede en een derde en als vierde. Dat is inderdaad, we willen meer in die IT. Nou, wat ik net al zei over IT, kan ik u helemaal niks van vertellen, maar ik hoop dat ik u wel kan verrassen door iets uit deze omgeving te zeggen. Wij zitten wereldwijd in het topgebied voor space. Science. Er is nergens een gebied in de wereld wat meer space science heeft dan het gebied tussen Noordwijk, Leiden, Delft.
En niemand die dat weet. Niemand die dat weet. Nee, maar en ik, na een tijdje dat ben ik ook achtergekomen waarom. Je moet helemaal teruggaan in het DNA van mensen en dan kom je een heleboel nodes tegen. Dat weet ik nu ook. Maar stel je voor een rocket science. Die gaat 's ochtends naar zijn werk, die trekt zijn witte jas aan. Die gaat de meest gave raketten bouwen. Die komt 's avonds thuis, die komt bij zijn vrouw en die wil dat gaan zeggen. Maar die denkt, ja, laat maar. En dat doen 2.500 wetenschappers voor de laatste 60 jaar in Aztec. Die gillen niet dat ze daar een schat, een database aan kennis bij elkaar hebben gemaakt. Die ligt daar. En daarnaast de TU Delft, de TNO Space, maar ook in Leiden, astronomie, wat sinds Huygens al de top universiteit was voor de sterrenkunde. En ook Space Recht. Er zijn maar 2 universiteiten in de wereld die Space Recht doseren en in Leiden staat er 1. U denkt, voor degene die dat verhaal van die Zwitser, die wilde afval opruimen in de ruimte, hè? Ja, ken je dat verhaal? Ja, Amahoula, hij wil andere satellieten uit baan werpen. Daar heb je dus een soort van recht voor nodig. Al die kennis, en dit is echt allemaal ook trouwens door u en mij betaald, hè? Dus we hebben er al jarenlang aan betaald. En daar ligt een Eldorado aan gecapitaliseerde kennis. En die ligt daar omdat die wetenschapper dat daar heeft neergelegd. Nou, sinds 2000, Lissabon-akkoorden, heeft de overheden gezegd van, nou, dat moet in de economie komen. En er beginnen nu allerlei systemen voor te komen. En er begint een schuifbeweging te komen vanuit ESA van, nou, we gaan die kennis uit die bakken halen en op de markt gooien. Nou, daarom heeft gemeente Noordwijk gezegd, nou, prima, als jullie dat bij mij op de straat gooien, dan reserveer ik een heel park daarvoor waar bedrijven hun gebouw kunnen neerzetten en dat als een science park in de wereld gepositioneerd wordt. En als eerste is daar een gebouw neergezet, het European Space Innovation Center, waar starters en nieuwkomende bedrijven tijdelijk kunnen gaan zitten, gebouwtje bouwen. En dan krijg je een clustervorming in de regio. En dan ga ik weer terug naar die kapstok met die 2 pijlers, interne synergie en externe profilering. Verandering begint waar veranderingsgezinden elkaar ontmoeten. Denk er daar eens over na. Iedereen weet wat van innovatie, hè? Dat is iets nieuws. Let op. Ik heb hier iets nieuws, wie wil het hebben? Ach, kom op jongens, wie maakt me los? Oh, ik heb er één. Wie wil er nog meer hebben? Het is hartstikke nieuw. Ja, nog eentje. Wie wil nog meer hebben? Kom op, iets nieuws. Kijk, normaal gesproken gaat ongeveer de helft van de vingers omhoog. En als we dan uitleggen wat dit nieuwe is, dan verandert die hele samenstelling. He, dus je kan niet aan de markt vragen, wil je iets hebben wat nieuw is en je kent het niet. He, dat is pas als een tijdje als iets draait. Wie daar veel meer gevoel voor heeft, dat zijn andere veranderingsgezinde denkers. Ja, als jij gaat vertellen over een nieuw product, en een andere veranderingsgezinde denker die een beetje out of the box kan denken, dan denk je, ja, nee, dat wordt het niet. Of ja, want verandering begint waar veranderingsgezinden elkaar ontmoeten. Kijken of ik nog een oud product uit de piano kan halen. Ja, een belangrijk deel van veranderingsgezinnen zijn start-ups. Dus vandaar dat die ook de motor zijn van een bepaalde gebiedsontwikkeling. Die kunnen heel makkelijk gelokt worden met een goedkope bouw, met een goedkope huisvesting. En als ze eenmaal zitten, dan hebben ze visitekaartjes gemaakt en een website gemaakt. En dat is zoveel moeite om dat weer te veranderen, dus dan blijven we gewoon wat langer zitten. Nou, zo doe je gebiedsontwikkeling in de meest makkelijke vorm. ESA doet dat dan vanuit een pan-Europees netwerk. En met name met meerdere partijen. Partijen die in het begin wat geld in het potje hebben gegooid.
En je ziet dat hier toch wel veel publieke partijen bij zitten. Belangrijker is de volgende groep bedrijven. Dat zijn bedrijven die zeggen van nou, als er een groep innovatieve bedrijven bij elkaar zitten, waar een bepaalde synergie tussen is en die als groep kunnen zeggen tegen de rest van de wereld, wij zijn een verschrikkelijke leuke en goede groep bedrijven. Nou komen er in één keer allerlei adviseurs die zeggen, nou, dan wil ik daar wel bij betrokken zijn. En mijn deal is dan, nou, dat is prima dat je dat wilt. Kom maar 4 keer per jaar hier zitten in zo'n groep met starters. Die dag is de enige prijs een kop koffie. En je adviseert maar wat raak. Of je adviseert alles wat je te adviseren hebt. En blijkt dat je meer dan 1 dag nodig hebt, dan zijn er de rest van de dagen in het jaar waar je business mee kan doen. En deze groep, dat zijn alweer de bedrijven die zo'n innovatief cluster versterken. Die enorme kast met kennis. Wat kan je er nou mee? Nou, om een beeld te geven heb ik wat bedrijven bij elkaar gezet die in die groep zitten. Ik zal er een paar doorlopen. Lilac, die transporteert stamcellen. Fire Suppression Insight, voor alle data warehouse managers onder jullie. Hij heeft een heel klein raketmotortje die een brandje per server uitblust. Had Vodafone er maar eentje vorig jaar. Of NS 1,5 jaar geleden. Automaten self-flyers en een radarsysteem of vliegtuigen. Infraroodcamera's voor dijken. We hebben hier wat. We hebben elektrische fietsen. We hebben lithiumbatterijen. Maar er zit ook wat in aan de IT-kant. Een belangrijke ruimtevaartgerelateerde ding is de geo, de GPS. Nou, op basis van GPS kun je weten, kan je allerlei producten maken. De Internet of Things, ik weet niet waar ik die nou heb staan, maar de Internet of Things gaat er aankomen. Dus kleine trackers die de dingen een positie en internet, hoe heet zoiets? Als je op internet bekend bent, dan ben je een internetrelatie. Nee, zeg je niks. Maar hij geeft dingen plekken op de wereld en plekken op internet, waardoor je een band gaat krijgen met dingen. Hè? Waar je nu al een band gaat krijgen met je auto, omdat je weet waar die is. Sommige bedrijven die precies weten waar hun accountmanagers zijn, omdat daar auto's door het land rijden. Die banden gaat opgebouwd worden. Maar ook een bedrijf als Simbit. Dat is een bedrijf dat crowdsourcing doet. En wat blijkt nou is dat als jij als Nederlandse ondernemer geld zoekt en je geld op internet, ik zoek geld, dan zijn er vanuit internet allerlei mensen over de hele wereld die zeggen, ja, ik heb geld. En dat zijn niet alleen Nederlanders. Daar zitten Belgen bij, daar zitten Duitsers bij, daar zitten Amerikanen bij. Alleen die Nederlandse vrager, die moet zich aan de Nederlandse wet houden. En die Amerikaanse aanbieder moet zich aan de Amerikaanse wet houden. Hoe weet je nu wie waar is en aan welke wet zich moet voldoen? Dus vaststellen van je locatie door middel van een aantal technologieën bij elkaar maakt crowdsourcing in de toekomst mogelijk. Kijkt u hier eens naar. Dit is mijn model. Het gaat over een groep starters bij elkaar, die elkaar versterkt, intern, of met een bepaalde synergie en gezamenlijk naar buiten kan doen. Daarom kies ik altijd groep starters die in bepaalde thema's bij elkaar passen. En dan zal ik even een klein stukje theorie geven. Als je een bedrijf start, ga je naar de Kamer van Koophandel en je wordt vanzelf oud. Hoef je niks aan te doen. Dat staat op de i-as. Voor de mensen die heel hard werken,
dat bedrijf groeit. Nou, daar zit een, hè, dat is dan een groei, zet ik dan op de x-as. En je kan groei op een heleboel manieren meten. Je omzet, je aantal auto's voor de deur. Maar ik kijk naar medewerkers, van die komen gewoon dagelijks binnenlopen en die zie ik. Nou zijn er drie verschillende ondernemers. En die moeten maar eens een keer naar jezelf kijken, wat voor type ben ik. Er zijn professionals, dat zijn ondernemers die zeggen van nou ik wil wel risicodragend mijn werk doen. Maar ik ben niet degene die bedrijven gaat bouwen. Hè? Dus dat zijn de freelancers, de ZZP'ers, de professionals. En dan is er ook een groep, de innovatieve MKB'er. Dat is veelal gestart als een professional, maar op een gegeven moment meer werk naar zich toe kan trekken dan dat hij zelf aan kan. Hij moet dus iemand aannemen, dat is veelal een kloon van hemzelf. En dan komt er nog meer werk en dan krijgen ze een groepje met allemaal van dezelfde type mensen. En dan ontwikkelt de ondernemer zich naar een wat meer manager van die groep. Goed in het vakgebied, goed in de kennis. En weet wat klantenbehoeftes zijn om daar mooie producten voor te maken. En het derde type ondernemer is een snelle groeier. En dat zijn de bedrijven die komen, dat zijn die jongens die komen. Die hebben vaak al wat management of organisatieervaring of hebben al een keer een onderneming gestart. En die hebben een businessplan waar tenminste zowel product als markt in beschreven staat, maar ook organisatie en financiering. En hun scope is om dit bedrijf te verkopen na 5 tot 7 jaar een grootste concurrent. Nou, dat zijn de type ondernemers die in zo'n cluster zitten. En wat blijkt? Deze versterken elkaar. Dat de professional en de innovatieve MKB, die vinden het heel erg prettig om met elkaar te praten over de onderliggende technologie, het vakgebied. Dat is vrij drempelloos. Gaan we weer terug naar mijn eerste verhaal, dat die twee bedrijven bij elkaar kwamen. Die vinden het prettig om daarover te praten. Terwijl de innovatieve MKB en de snelle groeien met elkaar prettig vinden om over de business assets te praten. Hoe snel groeit jouw bedrijf? Wat doe jij met verzekeringen? Wat doe jij met financieringen? En als laatste is er een relatie tussen die snelle groeier, namelijk degene die zijn kapitaal heeft geregeld en altijd zit aan te hikken tegen nieuwe capaciteit. Terwijl aan de andere kant van zo'nzelfde ruimte, daar zit een professional die geen kapitaal opbouwt en zijn capaciteit prima kan beheren, want dat heeft hij altijd letterlijk in de hand. Zorg dat mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten. Ik zal het wat sneller doen dan. Daar zijn extra, voor mij extra verdienmodellen aan. Ten eerste is er bijvoorbeeld een grote groep startende bedrijven heeft een enorme impact voor de regionale economie. Ik kom weer terug op het eerste deel van dat Space Business Park. 10 jaar één incubator met zo'n 25 start-ups levert 50 miljoen voor een gebiedsontwikkeling aan. Nou ja, dat kan ik uitleggen aan de lokale wethouder. Ik zeg, dat geef ik jou. Wat geef jij mij? Daar trappen ze vaak in. Dus dan zijn er altijd wat opstartfinancieringen voor. Een tweede wat we doen is wij koppelen de markt. Van geld aan de markt aan startende ondernemers. En doen daar een kleine marge tussen. En tenslotte, die groep van professionals, dat is op zich wel aardig, zijn allemaal mensen die elkaar binnen één vakgebied en die elkaar aanvullen, niet conflicteren. Bij sommige bedrijven noem je dat een ingenieursbureau of een consultancybureau en betaal je ze salaris. Bij mij betalen ze om überhaupt in die groep te zitten. Maar ik heb dezelfde professionals om weg te zetten bij derden. Volgens mij is dit helemaal niet zo ontzettend interessant voor jullie. Je kan ze volgen over hun mentaliteitsverandering. Je vraagt waarvan in het begin waarvan ze denken hoeveel medewerkers ze over een tijdje hebben. En sommigen volgen hun eigen lijn en sommigen die komen na een tijdje achter dat ze wat minder vooruitstrevend zijn dat ze daadwerkelijk zijn.
En nou ja, onze groep in Noordwijk ziet er op deze manier uit. Een aardige verdeling met 25% professionals, 60% in de innovatieve MKB'ers en 25, 60, 15 als snelle groeier. Verandering begint waar verandering gezinnen elkaar ontmoeten. Ga ik nog even terug wat u verwacht. U verwacht om zich te laten verrassen. U verwacht om kennis van elkaar over te nemen. En u verwacht te netwerken. In de vorige presentatie hebben we gezien dat de IT daar hele mooie tools voor heeft. De sociale media kan dat. En vandaag gaat het door gewoon elkaar te kletsen. Kom elkaar tegen. Vertel wat je wil. Vertel wat je... wees oprecht geïnteresseerd in elkaar. En als we dan toch naar teruggaan in het verleden, heeft daar één iemand een hele mooie uitspraak over gezegd. Be the change you want to see in the world. Neem die stelling mee vandaag. Vertel dat tegen iemand anders. Iemand anders die naast je zit, iemand anders die achter je zit. En deze twee dagen worden een onvergetelijke energieboost waar je nog dagenlang op terugkijkt. Ik dank jullie hartelijk. Toon. Dank je, Toon, voor deze inspirerende woorden. We hebben vooral in deze ochtend geïnspireerd vanaf dit podium. En we gaan nu wat anders doen. We gaan nu allereerst een flinke pauze nemen. En dat is eigenlijk helemaal geen pauze, want daar vindt het echte werk plaats. Elkaar ontmoeten, elkaar inspireren, nieuwe ideeën opdoen, ideeën toetsen en voortgang creëren. Daarna heeft u eigenlijk de keuze wat u wil. Wilt u nog meer inspiratie in deze zaal? We gaan dan in zogenaamde 7-minute speeches, 10 achter elkaar, 7 verschillende ideeën vanuit verschillende hoeken gepusht krijgen. Is dat de manier waarop u geïnspireerd wil worden? Of de andere manier? Deze 3 thema's die we net besproken hebben, die worden uitgediept in 3 workshops. Zoals eerder gezegd, er zijn maar 25 plekken per workshop om ervoor te zorgen dat er interactiviteit mogelijk is. En daar zult u zelf aan de slag moeten. Dus dat is niet achteroverleunen, maar zelf de inspiratie zijn voor de anderen en je laten inspireren in gesprekken. Ik geloof dat nu de sheet op wordt gezet waar alles te vinden is. Maar als je aan een workshop mee wil doen, moet je een voucher afhalen bij de receptie. En als je toch die kant oploopt, dit is ook een moment voor de mensen die overnachten om in te checken in het hotel. Doe dat niet allemaal tegelijk, want ik denk dat als er 250 mensen tegelijk aan die balie staan, dat ze dan een probleem hebben. Dus probeer dat even een beetje te spreiden. We zijn denk ik zelforganiserend genoeg om dat voor elkaar te krijgen. En ik hoop u straks in ieder geval aan het eind van de middag weer te zien voor de afsluitende keynote van vandaag. Dat is Midas Dekkers. En ik hoop dat u in de tussentijd veel inspiratie opdoet en een goede lunch hebt. Tot straks.